De tweede Lombok-expeditie wordt met bijna 10.000 op Provence beluste militairen uitgerust. En luitenant Colijn zal er vechten in het eerste gelid. Hij schrijft naar Nederland: het is onze heilige roeping Mataram en Chakranagara voor eeuwig met de grond gelijk te maken. Target penyerbuan itu harus dicapai pada waktunya. Jadi untuk mencapai satu tempat, Belanda pertama menghancurkan tembok. Nah, di balik tembok itu ada orang mati kalau ditembak, dihanguskan. Kemudian berjalan lagi. Nah, kalau ada orang tapi segera melawan itu ditumpas juga, tidak peduli dia anak atau fro atau orang tua. Een brief van H. Colijn aan zijn vrouw. 23 november 1894. Lieve, allerbeste Toet, je zult de laatste dagen wel in angst gezeten hebben, dunkt me. En er is reden voor geweest, want we hebben nogal lelijk in de klem gezeten. Ik deed de eerste aanval op de Puri, doch het gelukte mij niet om erin te komen door de vele doden en gewonden die ik kreeg. Ik deed toen voor de tweede maal de aanval en probeerde nogmaals in de Puri te komen. Weer kostte die aanval mij enige doden en gewonden bij mijn troep. Maar mijn abonnezen vlogen vooruit als tijgers. Juist zouden we een poortje dat half open was binnendringen, toen plotseling 60 à 70 kerel met lansen op ons aanvielen. Van 's morgens 10 tot 's middags 4 uur vochten we binnen in de Puri. Zelfs vrouwen vochten mee. Sommigen met kinderen aan de borst. We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen. Die genade vroegen op één hoop moeten zetten en ze zo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk.